jammer dat het stopt. Keek het vaak. Oh wauw, deze zag ik niet aankomen. Echt zo jammer. Waarom? Heel veel huilende poppetjes. Ja, het is de leukste serie van Zep. Bij veel fans komt het nieuws hard aan. Na 15 jaar en meer dan 2500 afleveringen is besloten dat de serie Spangas gaat stoppen. Maar jullie wisten het al een tijdje. Ja, ja, toen ons vorige Jeugdjournaal interview, ja, toen wisten wij het al. Blijft het voor altijd bestaan, denken jullie? Ja, onderwerp genoeg. En Spangas is nu zo'n begrip geworden dat ik denk dat Spangas nooit, de naam Spangas nooit zal verdwijnen. Nee. Dat in ieder geval. Ja, en ik dacht toen ik dat hoorde van het gaat nog hartstikke lang door. Ja. Nog 15 jaar. Nog 15 jaar. Ja, ja, nee, ja, toen wisten we het al, maar we mochten het natuurlijk nog niet bekendmaken. Spangas is de langstlopende jeugddramaserie van Nederland. De eerste aflevering was in 2007, toen nog op het Spangalis College. De afgelopen 2 jaar speelde de serie zich af op de Spangas campus. Ik heb met een meisje gezoend. De laatste jaren werd het programma niet meer zo goed bekeken. En dus hebben tv-bazen besloten dat het stopt. Ja, je baalt wel een beetje natuurlijk, want het is al 15 jaar is het een ding. Aan de ene kant is het mega jammer, maar aan de andere kant is het ook goed. Het ging over liefde, over pesten. Ben je wel helemaal goed, Sneek? En over hoe je je voelt en wie je bent. Ik ben geen jongen. Sorry, ik had niet gezien dat je een meisje was. Sorry. Ben ik ook niet. En dat is ook de reden dat veel kinderen toch wel jammer vinden dat het nu ophoudt. Zo schrijft Anne, ik vond het echt helden. Ze waren zo leuk, echt jammer. En Emo keek niet vaak, maar schrijft, soms waren er echt wel goede dingen in de series waar kinderen veel van konden leren. Helemaal gek van mijn ouders. De acteur speelde vaak iets dat ze ook in hun eigen leven meemaakten. Nu ineens moet ik toch bij mijn vader slapen. Ik vond het heel mooi dat ik dat mocht vertellen, omdat ik zelf ook geen contact heb met mijn vader. En dat, ja, is me wel bijgebleven, omdat je dan denkt van, ja, dan kan ik het gewoon neerzetten zoals het kan zijn. Ja, de kracht van Spangas is echt dat ze maatschappelijke thema's aankaarten en het gesprek openen, weet je, onderling, maar ook met je ouders, dat je eigenlijk over alles kan praten. De tv-bazen denken nu na over een nieuw jeugdprogramma, waarin ook dezelfde belangrijke dingen uit het leven besproken kunnen worden. Maar voor Spangas stopt het hier dus. Heel erg bedankt voor het kijken al deze jaren. Ja, en voor alle support en alle lieve berichten. En als je geen afscheid kan nemen van Spangas, gewoon terugkijken. Dat kan allemaal.